Goedemorgen kinderen, welkom op deze nieuwe video. Vandaag gaan we het hebben over het vangen van een bal. Dat kan bijvoorbeeld met je duimen achter de bal, als je een grote bal hebt. Of bijvoorbeeld het leeuwbekje met een klein balletje. Of een makkelijke bal met één hand. Vangen van een bal is super belangrijk in heel veel sporten. Ik denk dat ik wel 5 sporten kan opnoemen waarbij vangen van een bal belangrijk is. Ik zou het wel leuk vinden als je onder deze video een reactie achterlaat met alle sporten die jij kent, waarbij vangen van een bal belangrijk is. Veel plezier met de video! Challenge, oefening 1. We gaan met rechts gooien, net iets boven je hoofd, en dan vang je hem met een leeuwbekje. Kijk of je dat 7 keer kan. Rechts gooien en een leeuwbekje. 1. 2, 3. Als je het 7 keer kan, ga je met links gooien. 1, 2, 3, tot 7. De volgende oefening is onderhands vangen. Oefening 3. Je gooit van rechts, net iets boven je hoofd, naar links. Weer 7 keer. 2, 3. Als je dat 7 keer kan, gaan we van links iets boven je hoofd naar rechts gooien. 1, 2, 3, tot 7. Nou, dit gaat allemaal heel erg goed, dus we gaan nu met 2 paar sokken werken. Je gooit van links, net iets boven je hoofd, en als de sok hier is, gooi je rechts er onderdoor. Dus 1, 2. Dus je gooit links tot hier, als die hier is, gooi je rechts er onderdoor. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Lekker. Als dat lekker gaat en je hebt het ongeveer 7 keer gedaan, dan gaan we andersom. Dan gaan we van rechts, als die hier is, naar links er onderdoor. 1, 2. Wow, fout. Opnieuw. 1, 2. 1, 2. Het is belangrijk dat je net iets boven je hoofd gooit. 1, 2. Rechts, links. Rechts, links. Dus als rechts hier is, gooi je links onderdoor. Rechts, links. Rechts, links. Als dat 7 keer goed gaat, dan kunnen we echt gaan jongleren. Dit was natuurlijk ook al jongleren. Maar dan kunnen we zelfs met 3. Dan gooi je in de hand waar je er 2 hebt, gooi je eentje hier. Dan gooi je de andere er onderdoor. Dan gooi je die laatste. Dus eerst gooi ik deze. Let op. 1, 2. Wow, 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 wow. Geeft helemaal niks. We beginnen gewoon opnieuw. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nu denk je misschien dat het heel erg moeilijk is. Maar altijd heb ik in groep 7 en groep 8... wel kinderen die dit gewoon kunnen na een paar weken. Als je maar oefent. Het is heel makkelijk om op te geven, maar dat doen we niet. We gaan gewoon door met trainen. 2, 3. Hoi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Links, rechts, links. Oep. Links, rechts, links. En als dat allemaal goed gaat, dan is het niet de laatste stap natuurlijk, want je kan natuurlijk heel erg ver doorgaan. Maar de volgende stap is dan doorgooien. Dus 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Succes! Veel plezier met de challenge! Vangen is niet alleen met sport belangrijk, maar ook in het dagelijks leven.
Bijvoorbeeld als je straks weer naar school gaat en je vergeet je fruit. Arthur, je vergeet je fruit. Hier, Leeuw, een beetje vangen. En als je moeder zegt, nee, jij moet 2 stuks fruit per dag eten. Arthur, hier is je appel. Ja, dan kan je toch weer naar school. En er zijn ook dingen die niet zo erg zijn als ze vallen. Maar wel handig als je die ook even kan vangen. Als iemand snel even plakband naar je gooit. Dan kan je onderhands vangen. Hier is het plakband. Hier, en je hebt het plakband. Yeah. Daarom is vangen altijd belangrijk. Blijven trainen. Blijven oefenen. Geef nooit op.